Woensdagmiddag bracht de selectie van NEC een bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Moment voor de kinderen om even niet aan hun ziekte of aandoening te denken en hun voetbalhelden te ontmoeten. Voordat de kinderen op handtekeningenjacht mochten en zelf ook een potje voetbal mochten spelen tegen de spelers van NEC, was er een echte persconferentie en mochten de kinderen vragen stellen. En dan krijg je als speler net even andere vragen dan normaal. Ja, dit is fantastisch. Normaal worden er wat kritische vragen gesteld. Nu is het, wat is je lievelingseten en wat is je lievelingskleur? En hoe heet je? Ja, dat zijn wel de leukste persconferenties, ja. Ja, wat vond je de leukste? Die verkering is altijd wel leuk. Die kwam vorig jaar ook naar voren. En wel leuk dat Dirk nu verkering heeft. Dat is wel leuk. Wie zou misschien een avondje, ik weet niet of ik kan nemen, een avondje uit willen op date met Dirk? Ja! Ja! Kom ik even mee. Kom ik even mee. Geef Dirk eens een hand. En dan krijg jij van Dirk een kus. Hier, kus. Oh, dan krijg je gewoon helemaal zenuwachtig. Heel goed. Dirk, gefeliciteerd. Je hebt verkering. Ja. Ja, nou, zo makkelijk kan het gaan blijkbaar. Wilco blijkt een hele goede wingman te zijn. Dus, ja, een soort Robert ten Brink, hè? Ja, kan je wel zeggen, ja. Elk jaar brengt de selectie van NEC een bezoek aan het Amalia Kinderziekenhuis om de kinderen een onvergetelijke dag te geven. Kijk, uiteindelijk voetbal is allemaal heel leuk en aardig. Alleen ja, als je hier rondloopt, dan weet je wel dat er dingen belangrijk zijn dan dat. En het is mooi dat wij met wat we doen, ja, weet je, wij doen dat omdat we dat leuk vinden en om wedstrijden te winnen. Alleen dat je toch zeg maar een soort van een idool bent voor dit soort kinderen en dat je daar dan iets aan terug kan geven, dat is wel mooi. Dit zijn unieke dagen hier in het Amalia Kinderziekenhuis en je ziet ook mensen op de achtergrond voetballen en weet je, verplichtingen buiten de voetbal zijn niet altijd het leukste, maar dit soort dingen wel. Dit is gewoon echt heel leuk. Mensen zeggen, we gaan ook met z'n allen met plezier hier naartoe en als jij dan die kinderen met lachende gezichten weg zien lopen, dat is het alles waard. En zelfs was er een heuse Gelderse derby en bracht het Arnhem en Nijmegen even bij elkaar. Maar deze supporter blijft bij zijn standpunt. Ik wil van iedereen een handtekening. Maar ik ben nog niet voor NEC, nog lang niet. Nog lang niet. En gaat het ook nooit gebeuren, denk je? Nooit gebeuren, nee.